Voor de bepaling van uw bloedglucosewaarde met de AccuCheck sensor heeft u het volgende nodig: de AccuCheck sensormeter, AccuCheck sensor Comfort glucose teststrips, de AccuCheck SoftClicks prikpen en lancetten voor de AccuCheck SoftClicks. Wanneer u de meter voor het eerst gaat gebruiken, moet u de batterijen in de meter plaatsen. Schuif het klepje aan de achterkant van de meter open en plaats de batterijen zoals aangegeven met het plastic strookje onder de batterijen. Dit strookje zorgt ervoor dat u de batterijen later gemakkelijk kunt verwisselen. Schuif het klepje weer dicht. Om uw bloedglucosewaarde op de juiste wijze op te kunnen slaan, dienen de juiste datum en tijd te worden ingesteld. Dit gaat als volgt. Zet de meter aan door op de aan-uitknop te drukken. Zodra de meter code weergeeft op het display, drukt u gelijktijdig de aan-uitknop en de MEM knop aan de linkerzijkant van de meter in. Zodra on- en het geluidssignaalsymbool knipperen, drukt u nogmaals op de MEM knop. De uurweergave gaat nu knipperen. Stel het uur in door op de aan-uitknop te drukken. Druk de mem-knop opnieuw in. De minutenweergave gaat nu knipperen. Stel de minuten in door op de aan/uit-knop te drukken. Druk opnieuw de mem-knop in. De dagweergave gaat nu knipperen. Stel de dag in door op de aan/uit-knop te drukken. Druk de mem-knop opnieuw in. De maandweergave gaat nu knipperen. Stel de maand in door op de aan/uit-knop te drukken. Druk opnieuw de MEM-knop in. De meter toont nu wederom On en het geluidssignaalsymbool. Druk gelijktijdig de AAN-UIT-knop en de MEM-knop in en de door u gekozen instelling wordt automatisch opgeslagen. Zet de meter uit door op de AAN-UIT-knop te drukken. Neem de codechip uit de stripverpakking. Schuif de codechip met de ribbeltjes aan de bovenkant en de code naar u toe in de gleuf in de achterzijde van de meter totdat deze vastklikt. Bij elke nieuwe verpakking teststrips wordt tevens een nieuwe codechip geleverd die in de meter dient te worden geplaatst om zo de nauwkeurigheid van uw meetsysteem te waarborgen. Maak vervolgens de prikpen gereed voor gebruik. U doet dit als volgt. Trek de voorste dop van de prikpen. Plaats het lancet. Tot deze duidelijk vastklikt. Draai het beschermkapje van het lancet en plaats de dop van de prikpen terug. Let hierbij op het gleufje dat zich in de witte rand van de dop bevindt. Zorg ervoor dat het gleufje wijst naar het midden van de U-vormige uitsparing op de prikpen en druk de dop op de prikpen tot deze vastklikt. Door te draaien aan de voorste dop stelt u de prikdiepte in op uw persoonlijke huiddikte. Wij raden u aan om bij het eerste gebruik te kiezen voor stand 3. Druk de knop aan de achterzijde van de prikpen in om deze aan te spannen. U kunt controleren of de prikpen aangespannen is. De ontspanknop is nu geel gekleurd. Uw prikpen is klaar voor gebruik. Wij raden u aan uw handen te wassen met warm water en goed af te drogen. Uw handen worden schoon en uw doorbloeding gestimuleerd. U kunt nu met de meting beginnen door een teststrip uit de flacon te nemen en de flacon met de resterende teststrips weer goed te sluiten. Alleen zo behoudt de op de flacon gedrukte vervaldatum zijn geldigheid. Voer de teststrip met het gele testveld aan de onderzijde zo ver mogelijk de meter in. Het gele testveld blijft buiten de meter. U hoort een pieptoon en de meter gaat automatisch aan. Er verschijnt een driecijferig codenummer op het display. Dit nummer moet overeenkomen met het codenummer op de stripflacon uit de verpakking, waar u zojuist ook de codechip uit heeft gehaald. Het teststripsymbool verschijnt. U hoort een pieptoon en het bloeddruppelsymbool knippert. Dit is het teken dat u bloed kunt gaan prikken. Kies voor het prikken een zijkant van een vingertopje van bij voorkeur uw ring- of middelvinger. Zet de prikpen tegen uw vinger en druk op de gele ontspanknop. Haal de prikpen van uw vinger en u ziet een druppeltje bloed verschijnen. Leg de bloeddruppel niet bovenop de testtrip, maar laat het gele testveld de bloeddruppel via de zijkant opzuigen. Indien het gele testveld nog grotendeels zichtbaar is na het opzuigen van de eerste bloeddruppel, mag u binnen 15 seconden een tweede bloeddruppel aanbrengen. Als dit niet lukt, is het noodzakelijk om de test met een nieuwe testtrip uit te voeren. Zodra de juiste hoeveelheid bloed is opgezogen, klinkt een pieptoon en de meting begint automatisch. Op het moment dat de meting bezig is, beweegt er een vierkantje in het display. Als de meting is voltooid, na maximaal 26 seconden, verschijnt het meetresultaat op het display. Om geen foutieve meetresultaten te krijgen, dient de meting plaats te vinden bij temperaturen tussen plus 14 en plus 40 graden Celsius. De waarde wordt automatisch in het geheugen opgeslagen. Trek de teststrip uit de meter en zet de meter uit door op de aan-uit-knop te drukken. Pak de prikpen om het gebruikte lancet te verwijderen. Haal de voorste dop van de prikpen, waarna u het lancet in het beschermkapje prikt en deze door middel van een naar voren schuivende beweging van het middenstuk van de prikpen verwijdert. Plaats de voorste dop weer terug op de prikpen. Gebruikte teststrips en lancetten gooit u bij voorkeur weg in een speciaal hiervoor bestemd afvalemmertje. U bent klaar met het bepalen van uw bloedglucosewaarde. Meer informatie over de AccuCheck sensor vindt u in de gebruiksaanwijzing die u bij uw meter heeft ontvangen. Wij wensen u veel inzicht in uw bloedglucosewaarde met uw Accucheck sensor. Wat kan Accucheck u nog meer bieden? AccuCheck heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Om deze reden zijn alle AccuCheck meters voorzien van een levenslange garantie. Gratis vervanging bij eventuele reparatie, gratis batterijen en kunt u uw meter altijd omruilen voor een nieuw soort meter wanneer u dat wilt. Daarnaast kunt u, indien gewenst, rekenen op kosteloze toezending van ons AccuCheck magazine. Het magazine voor mensen met diabetes. Met één telefoontje naar ons gratis servicenummer 0800-022-05-85 heeft u deze service beschikbaar. U kunt hier ook terecht met uw vragen over de AccuCheck-producten, zoals bijvoorbeeld het softwareprogramma AccuCheck Kompas. Met dit programma kunt u snel en overzichtelijk uw bloedglucosewaarde in kaart brengen om op die manier trends te signaleren. Voor meer informatie over de AccuCheck-producten en service, kunt u ook terecht op onze internetsite www.accucheck.nl. Wij zijn u graag van dienst.